gaan we beginnen met deze middag. We beginnen allereerst met een lied. Ja, zingen we samen, zingen we blij. Feest is voor jou en mij. Een welkom aan ieder, groot en ook klein. Fijn dat we hier gekomen zijn. Fijn dat we hier gekomen zijn. De reden dat we hier bijeen zijn, beste mensen, in de zaal De Postduif, is een vrolijke, is een vreugdevolle. En er is ook een reden van praktische, organisatorische aard. Kemoes viert feest, zoals u allen weet. Samen vieren we met de organisatie, beste Kelenstreupers, Moezakken, Moezakkinnen, dat 25 jaar geleden carnaval ook voor jullie een eigen programma-onderdeel middag kreeg. En voor het eerste onderdeel van deze middag ben ik gevraagd mijn medewerking ook te verlenen. En dat wil ik ook met alle plezier doen. Zoals emeritus pastoor Van Spijk op dit moment ook onder ons en pastoor De Lauw hun medewerking al die jaren ook verleend hebben aan Kemoes. Laat ons nu dan samen hier in woord, gebed, God danken en zo deze middag plechtig met een viering beginnen. Hiervoor plaatsen we ons onder het teken van het kruis. We weten ons namelijk ook in Gods tegenwoordigheid. Alle leven we in zijn schepping en beginnen we dan in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Alle bij deze een mooie viering en ik geef het woord aan onze voorzitter Henk van Ras. Welkom, ook natuurlijk namens ons, zoals zij daar in het Moesland zo mooi kunnen zeggen, namens ons Orlingcomité. Ze hebben er heel hard voor gewerkt de laatste maanden om deze feestelijke middag te kunnen realiseren. Welkom, blij dat je er bent omdat er iets te vieren is. 25 jaar Kemoes geeft ons niet alleen een trots, maar zeker ook een dankbaar gevoel. Het initiatief kwam van Theo Welbers, omdat hij vond dat iedereen, en zeker mensen met een beperking, carnaval moeten kunnen vieren. Zo ontstond het Kemoescomité. Dus nu een zilveren comité. Echter altijd al een gouden ploeg. Met als voornaamste doel plezier hebben in plezier brengen. Reden genoeg om dit samen met alle betrokkenen te vieren. Dat was in den beginnen het doel. En is het nu nog steeds. Daarom, nogmaals, welkom. Blij dat je er bent, omdat er iets te vieren is. Vijfentwintig jaar geleden waren er zulke mensen ook. Uit Reek, uit Schaik. Zij waren de initiatiefnemers van Kemoesbal. Ze wisten bij te springen, op te treden. Goddank geloofden anderen, ook met Theo. De initiatiefnemers die zetten er toen hun schouders onder. En dit is het resultaat. Vandaag, 25 jaar later, dat wij het zilveren jubileumfeest samen kunnen vieren. Is het hier, het is echt niet gewoon. Kijk eens al die mensen hier, valt echt uit de toon. Mooie kleren, mooie dienst, mooi versierde zaal. Waarom is dat al dit werk voor u toch allemaal? Hiep, hiep. Moezakkinnen, Kelenstreupers en Kelenstreupinnen. Iedereen van harte gefeliciteerd met het 25-jarig jubileum. Zeker ook al die vrijwilligers van het Kemoes, die er elk 25 jaar of elk jaar al van elkaar krijgen om zoiets moois neer te zetten. Dus wij willen van Stichting de Moeslanden jullie toch 1111,11 euro aanbieden om toch het feest zo door te kunnen zetten. En wij hopen. En we hopen dat wij toch vaak
dat jullie chemo's mee mogen vieren. Dankjewel, dankjewel. Stichting Carnaval de Moeslanden, dankjewel voor uw schone woorden. En zeker ook voor de check Prins Frank de Ruste. En ik kan u verzekeren, jouw slotwoorden waren van: wij hopen nog lang met jullie het feest mee te kunnen vieren. Als je dergelijke checks meebrengt, dan hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dan worden ze zeker iedere keer uitgenodigd. Wij zijn er heel erg gelukkig mee. We zijn erg trots ook op Stichting Carnaval de Moeslanden. Dat jullie dat toch voor ons als K-Moes-comité weer gerealiseerd hebben. Ik zou zeggen, maak er nog een plezierige, gezellige middag van. En namens al onze gasten, dank je, dank je wel. Een heel groot dorp en Riek een heel klein. In Schaik hebben ze een hele grote voorzitter en in Riek maar een klein manneke. En als je kijkt naar de grootvorst en de prins, nou, bij de prins durf ik het niet helemaal zeker te zeggen wie het grootste is qua omvang, maar qua grootvorst win Schaik ook. Wij hebben dan ook niet zo'n grote cheque bij, maar wij hebben een envelopje bij. Maar daar hebben wij wel een bijdrage in gedaan voor K-Moes. En ik zou de voorzitter Henk Verrassen willen vragen om die in ontvangst te nemen. En ik... Allemaal lovende woorden aan het adres van het bestuur en het comité. Want al deze mensen en ook de mensen voor u, maar ik heb zelfs gehoord dat er mensen zijn die vanaf het begin erbij betrokken zijn, hebben het gemaakt dat er ieder jaar ook een feest werd gegeven voor mensen die wat minder uit de weg kunnen. Carnaval is toch feest en plezier maken. En dat doen ze op allerlei manieren. Maar door het K-Moesbal is iedereen in staat om carnaval te vieren. En dat denk ik dat het een heel goed is. Ik heb het maar één keer meegemaakt, want ik hoorde zo zeggen, van, ik heb het al bijna 25 jaar meegemaakt, de andere paar jaar. Voor mij was het vorig jaar de eerste keer. En ik moet zeggen van, het was grandioos. De optredens ook van u, want ik zag aan tafel, er zat nog een van de artiesten van vorig jaar. En ik verheug me alweer op dit jaar. Ik geef graag toch de laatste spreekster het woord. Mag ik hier naar voren hebben en mag ik de microfoon overhandigen aan Nicolien Welbers. Nicolien. Voor velen is de naam Theo Welbers onlosmakelijk verbonden met K-Moes. Het was zijn doel. Maar wat had hij kunnen doen als niemand op de uitnodiging had gereageerd, als jullie niet gekomen waren? En wat had hij kunnen doen als hij niet kon rekenen op zulk een enthousiast comité? Lieve mensen, allemaal hartelijk dank voor alles en ga vooral zo door. Dank u wel, Nicolien. Heel erg dapper en ook heel keurig verwoord. En ik denk dat wij allemaal net zo trots zijn op jouw vader als jullie zelf. Dankjewel voor deze woorden. We weten dat het bestuur een heel goede visser in de klas. Ja, dat is zo verrekkers goed doen. Dat denk ik. Die nesten. Nou, beter zullen wel eens van mensen eens laten zien hoe geweldig het bestuur het hier is. Ja, maar wel lekker zwaar. Maar van wie heb ik informatie dan gekregen dat het bestuur het zo geweldig doet? Ja. Van het bestuur zelf. Goed. Dag Vugels, dag K-Moes hier, dag Henko bovendien. En K-Moes hier, die heeft het feest, dat kunde zo wel zien. Dag Ans en Ellie, kiekes aan, dat gij ze niet vergeet. Met 9 vuggeltjes erbij, dan is de nest compleet. En Henk van Ras, die zit ze voor en Anski schreef het op. Zo werkt het bij de K-Moes hier, de vrouwen gaan op kop. De hele zwik, zo'n stuk of 11 vergader dag en nacht. Dat alles voor het goede doel, dat hadden we wel verwacht. Dag. Vuggeltjes, dag K-Moes hier, dag Henko bovendien. En K-Moes hier, die heeft weer feest, dat kunde ook wel zien. Dag Ans en Ellie, kiekes aan, dat gij ze niet vergeet. Met 9 vuggeltjes erbij, dan is de nest compleet.
En Ellie zit op centen, maar dat weten jullie wel. Dat doet ze al een hele poos en altijd weer geteld. De drie besturen toch zo goed, dat valt ontzettend mee. Want samen met die ander negen zijn ze het comité. Dag Vuggetjes, dag Kemoes hier, dag Henkel bovendien. En Kemoes hier die heeft weer feest, dat kunt u zo wel zien. Dag Hans en Ellie, Kieke, Sander, Gijze, liever Git. Met negen vuggeltjes erbij, dan is de nest compleet. Die negen, dat zijn Annie, Nelly, Trina en Francine. Die maken het gezellig en dat kunt u ook wel zien. Met nog een Annie, Martha ook en Mimi ook daarbij. Een tweede Francine en ook Jan met negen op een rij. Dag Vuggeltjes, dag Kemoes hier, dag Henkel bovendien. En Kemoes hier die heeft weer vee, dat kunt u zo wel zien. Dag Hans en Ellie, Kieke, Sander, Gijze, liever Git. Met negen vuggeltjes erbij, dan is de nest compleet. Er zijn ook heel veel mensen die heel veel van elkaar houden. Zo was er ook eens een keer een meisje en ze had een vriendje gekregen en dan weten we wel. Staan ze er s'avonds in de garage afscheid te nemen van elkaar, want ze moeten weer naar huis toe. En dan zegt het meisje tegen het jeugdje, ik hou veel van jou. Ja, ze zijn getrouwd en 12,5 jaar later was het weer groot feest. En zo na afloop van het feest zijn ze getrouwd en... Ze zei het vrouwtje tegen de jonge man nog, ik hou heel veel van jou. En weer 12,5 jaar later, 25 jaar getrouwd. Maar net niet natuurlijk. Het was pleur op de situatie, het was op de liefde. En toen zei ze tegen hem, ik hou alles van jou. Twee afscheidnemende mensen, drie naar boeien. En Martha Belders, die wil ik graag even voor op het podium hebben. En op die krijg je het cadeau en er is een gedicht gemaakt en daar gaan we nu naar luisteren. Martha en Trina, hartstikke bedankt! En dan nu, dan toch de jubilaanse. Dus nu graag naar voren. Francine van den Boogaard, Annie Ome, Nelly van der Hoge en Trina Boeien. 25 jaar, ik heb het straks al aangekondigd. Dat samen 100 jaar werken voor het Kemoes gebeuren. Ik denk een geweldige mijlpaal. Mensen, bedankt voor het sjouwen. Al 25 jaar volgehouden. Het was wel vaak druk, maar met een beetje geluk. Gaan we de toekomst in met veel vertrouwen. Iedereen mag meedoen. Of ben je wat ouder? Of alleenstaand? Of kun je misschien wat minder gemakkelijk uit je voeten? Dat is allemaal niet belangrijk. Bij Kemoesbal mag je meedoen. Wat muziekvereniging Concordia betreft, hebben wij hiervoor grote waardering. Dat brengen wij vanmiddag tot uiting middels deze serenade. Natuurlijk ook onze felicitaties voor jullie zilveren jubileum. Voor morgen. En de nog komende 25 jaar wil ik graag voor de Kemoesballerina's en de Kemoesballerino's, die
klein aandenken achterlaten. Ik wil graag voorzitter Henk van Ras naar voren vragen of hij ons verenigingsvaantje van muziekvereniging Concordia in ontvangst wil komen. Ook wij vonden het fijn om vandaag mee te mogen doen. Dank u wel. Hier zijn we op de plek, maar weer steeds weer in een comité of een vereniging of een club of hoe dan ook, is een goede harmonie het allerbelangrijkste. Dat zorgt voor een goede samenwerking en dat zit gelukkig wel goed bij muziekvereniging van Vader Concordia. Ik wil de voorzitter Martin van Heuren hartelijk bedanken voor zijn fijne en goede toespraak en ik wil de leden van Vader Concordia bedanken voor uw aanwezigheid. Ja. Ja, zo, daar. Dus ons hiermee kunnen wij genieten, niet alleen van het heerlijke eten, maar ook van deze prachtige muziekgroep Plezier. Hartelijk welkom. 25 jaar samen, lief en leef, vrouwen veel plezier gedeeld. Dank dat we dit konden doen, dank dat we dit mogen doen. En dat we het mogen kronen hier met in Nederland mogen komen. Heer, zegen ons en deze gaven die wij van uw mildheid zullen ontvangen door Christus onze Heer.